Welkom alweer bij de derde Drupal Jam talkshow van Drupal Jam 2021 live vanuit studio De Vijf Werelddelen in Rotterdam. We hebben al twee talkshows vandaag erop zitten, community sessions, en dit is de laatste talkshow van vandaag. Je kan die andere talkshows nog terugkijken en morgen hebben we weer een dag trouwens, dus het is nog niet voorbij. Ik voer nu gesprek met Jeffrey Bertoen van Synetic uit Haarlem, Henk Belt van Aquia en Heine Deelstra van het bekende Limoen Groen uit Amsterdam, niet te vergeten. Dus daar gaan we. Heine, jij bent technisch directeur bij Limoen Groen. Wat houdt het in? Dat ik verantwoordelijk ben voor de keuze van technische oplossingen. En daar ook bijvoorbeeld voor sales formuleren hoe je het aan klanten kan vertellen. Waar ze uit kunnen kiezen bijvoorbeeld. En wat daar de voordelen of nadelen van bepaalde keuzes zijn. Verder ben ik ook de Information Security Officer of de IB-coördinator binnen Limoen Groen. Dus ik ben ook verantwoordelijk voor de veiligheid van alle oplossingen en systemen die we hebben. Jouw rol, Jeffrey, bij Synetic, is dat vergelijkbaar? Ja, wij hebben sinds kort, sinds het vertrek van Daniel, geen technisch directeur meer. Wij proberen het meer op te lossen met de medewerkers die we hebben. Dus we hebben een aantal solution architecten die die rol vervullen. Dus ook ben ik bezig met sales, ondersteuning. En werk ik veel met Bert Boerland ook samen erin bij Synetic. Maar goed, daarnaast ben ik ook nog eens lead software engineer. Dus ik hou me ook nog een beetje met de HR-zaken, met de persoonlijke ontwikkeling van veel medewerkers bezig. Ja, dat is eigenlijk een beetje een dubbel functie. Dubbel, ja. Dus ook om een beetje het gat te dichten met het vertrek van onze technisch directeur. En dat doen we met een paar collega's. Strength of base, zoals misschien in de talk vanmiddag was besproken. Proberen we dingen die goed dicht bij ons liggen, om die dan onderling op te pakken. Henk, jij zat er net ook, maar ja, toen in een andere rol. En nu, wat is jouw technische kant die je bij Aquia in de praktijk brengt? Ik ben met een mooie naam, ben ik technisch account manager. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat ik met een aantal klanten van ons in Europa samenwerk. Op het gebied van technische ondersteuning ook. Maar dan niet alleen Drupal, maar ook van onze producten. Dus voor mij is het wel een stukje breder dan alleen Drupal. Zeker. Ja. Wat herkennen jullie in elkaar en wat zijn de verschillen? We zijn allemaal bezig met verkoop. Nee, ik niet. Oh, jij niet? Nee. En dat is dan bij ons denk ik wel onze overeenkomst. Voor de rest, ja, ik ben ook bezig met accountbeheer. Dus ook bestaande klanten, daar praat ik dan ook wel mee. En dan hebben we het ook over de producten die we aanbieden en de diensten die we aanbieden. Dus daar zit wel hier en daar wat overlap, denk ik. Ja. En Heine, wat denk jij? Ik zit dan wat meer soms ook nog in de uitvoering. Dus dat ik echt ook dingen maak. En ook niet alleen maar Drupal trouwens, maar dat ik ook nog mee programmeer en controleer. Ja. We gaan het ook over security en privacy hebben. Is dat een onderwerp wat aan belang toeneemt? Wordt het steeds belangrijker? Wordt het iets wat bij klanten ook belangrijker gevonden wordt? Ja, omdat de wetgeving, met name de AVG, zorgt dat je aan bepaalde technische minimale eisen zou moeten voldoen. Of in elk geval wat volgens de standaard techniek toepasselijk is. Dat moet je gebruiken. Dus er komen steeds meer vragen, ook al in het sales traject. Dus in het voortraject over hoe met data wordt omgegaan, hoe je beveiliging hebt geregeld. En ik denk dat daarom ook iedereen hier aan tafel ISO 27001 gecertificeerd is. Zodat je die vragen vrij makkelijk kan beantwoorden. Zonder er heel erg detailistisch te gaan moeten uitleggen wat je allemaal doet. Ja. Maar goed, dat is zeg maar, dus wettelijke druk. Ja. Is er ook morele druk, zeg maar, vanuit de maatschappij? Wordt daar meer om gevraagd? Je ziet wel steeds meer in de media dat er wordt bericht over negatieve aspecten van hacks bij bedrijven. Of ransomware is heel populair op het moment bij onder meer ziekenhuizen. Dus daar is zeker ook wel een belangrijke druk die daar ontstaat. Dus de eindgebruikers van de klanten, die willen weten wat er met hun data gebeurt. En of het wel veilig is opgeslagen. Als jullie nou kijken naar zo'n uitval van Facebook gisteren. Met wat voor gevoel kijk je daarnaar? Is dat een mengeling van een beetje schadefreude? Of denk je van, kan je indenken hoeveel paniek er is geweest? Ja, ik zou er zelf wel met enige empathie kan ik daar naar kijken. Want dat is voor niemand leuk geweest eigenlijk. Nee. Komt wel rustig op mijn telefoon, zeg maar. Even. Ja, heerlijk. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het wel echt een heel grote impact heeft. Ja. Want ik heb ook zelf, toen ik ooit bij Aquia ben gekomen, ben ik begonnen in support. Nou, ik heb al een aantal autootjes meegemaakt waar je toch wel redelijk zenuwachtig van werd, hoor. Dat je dan op calls moet springen, op bridges met klanten. En
ja, dat heeft wel heel veel impact op dat moment. Ja, de inkomsten die mislopen. Ook dat. Het gaat om 10 miljoen per uur of zo. Ja, was het? 10 miljoen per uur. Ik las dat e-commerce platforms die dus losstaan van Facebook 70% minder omzet hadden in de tijd dat ze daar waren. Dus dat is wel heel belangrijk als leader ook. Ja, interessant ook omdat Facebook net weer een campagne is begonnen gericht op ondernemers. Dus niet het beste visitekaartje, zeg maar. Maar goed. We hadden het net over die wettelijke kant. Hè. Goed, je moet gecertificeerd zijn om bepaalde diensten te kunnen leveren die aan privacyregels voldoen. Maar je hoeft niet gecertificeerd te zijn als je het maar wel doet. Als je dat doet. En als je gecertificeerd bent en je, dat is nog wel iets voor verwerkersverantwoordelijken om heel goed op te letten. En je verklaring van toepasselijkheid dekt ook de dienst af die je hebt gedaan. Want je kunt een ISO-certificaat krijgen dat heel erg nauw is op een bepaald iets. En als je als klant iets anders afneemt, wordt dat dan niet gedekt. Dus je moet als klant altijd kijken, wat dekt dit certificaat nou? Dan kun je wel veel makkelijker zeggen, het is goed als het ware. En dan kan een klant ook opgelucht ademhalen en verder gaan. Zonder dat je helemaal alles moet uitschrijven en alles tot in detail moet gaan overleggen met de klant. Ja. Betekent dat ook dat je een bepaald soort klanten uitselecteert op die manier? Nou, je hebt binnen ISO-certificering altijd nog de optie om bepaalde dingen bewust niet te doen. ISO-certificering speelt ook heel erg op dat je bewust bent van security. En dat je dat meeneemt in de keuzes die je maakt en dat ook voorlegt richting de klant. En dus voor mij ook vaak wel een scheiding tussen wat heb je zelf intern, zeg maar, op orde en hoe werk je en hoe zorg je dat die ISO-certificering daarmee geborgd wordt versus van oké, welke keuzes maakt de klant met het budget wat hij heeft en welke risico's hij of zij dan uiteindelijk als PO bijvoorbeeld wel of niet wil nemen. En daar speelt nog wel best wel een speelveld, ook omdat klanten soms best wel ook met AVG bijvoorbeeld best wel af en toe budgetprobleempjes soms lijkt te hebben. Omdat ze denken, oh, dat is dus niet zomaar gedekt. Oh, dat moet dus allemaal ingebouwd worden, want wij willen iets embedden en daar zitten cookies in of analytics moet geblokt worden. Ja, dat is vaak iets waar ze dan tegenaan lopen. Ja, ze zien het als een meerkosten in plaats van als een basis. Ja, en het is een moetje. Want heel veel mensen die vaak komen, die hebben zoiets van, ja, het is omdat het moet, moeten we daar dus geld in steken. Maar ja, weet je, het kost dus ook misschien functionaliteit die je daardoor niet kan opleveren met het beperkte budget dat je hebt. En dat is soms wel lastig. Ik ben wel blij dat er heel veel ontwikkelingen ook binnen de Drupal community zijn om dingen daarin wat te standaardiseren en te vergemakkelijken. Maar op het moment dat klanten met iets komen wat ze geen bed wil hebben, wat exotischer is dan bijvoorbeeld YouTube. Ja, dan krijg je al heel snel, hoe gaan we dit dan doen? Ja. Henk, jij hebt natuurlijk veel met enterprises te maken. Die hebben bepaalde commerciële doelstellingen. Mm-hmm. Zie je dat daar ook wrijving ontstaat als het gaat om het respecteren van privacy bijvoorbeeld? In principe de klanten waar ik mee werk, die houden zich er echt wel aan. Net over ISO-certificering, maar wij als Aquia zijn hebben ook heel veel andere certificeringen, zoals FedRAMP. Dus bepaalde organisaties vereisen dat ook, anders komen ze niet eens bij je hosten. De nieuwe cookiewet en alles wat we mee te maken hebben, ja, iedereen moet zich eraan conformeren. Ja, dus dat is een, wat jij ook zegt, het is een vanzelfsprekendheid. Ja. Einde die security, dat is natuurlijk een ander aspect. Je had het net over ransomware bijvoorbeeld. Dat neemt behoorlijk toe. Hè? Wordt veel meer verdiend door bepaalde partijen. Is dat, ondanks dat het veel in het nieuws is, iets wat ook voldoende op het netvlies staat bij klanten als ze een technisch traject ingaan? Vragen ze erom, zeg maar. Ja, veel klanten doen het wel. Ja. Als ze enigszins digitaal volwassen zijn, dan wordt er zeker om gevraagd. Ja. En waar je dan heel erg op moet letten is dat er in je overeenkomsten niet allerlei producten worden ingefietst die men niet afneemt. Bijvoorbeeld backups. Dat is heel vaak populair dat er ergens in een verwerkersovereenkomst staat, er moet een backup zijn. Ja, dan moet je die ook afnemen. Maar dat wordt zeker om gevraagd. Ja, ja. Dus die digitale volwassenheid, neemt toe. Ja. En als het niet zo is, als je bijvoorbeeld merkt dat de klant allerlei gegevens vraagt die je dan niet adequaat kan beschermen, moet je ook als opdrachtnemer, ben je ook toe verplicht, niet alleen moreel, maar ook wettelijk, om dan te zeggen, misschien moet je dat niet doen. Of moet je meer budget vrijmaken om het wel goed te kunnen doen. Dus dat is wel zeker iets waar jij ook wel, dat je ook wel aanstipt, Jeffrey. Ja. Dus het is de verantwoordelijkheid om de klant daarop te wijzen. Ja, het is natuurlijk de verantwoordelijkheid als
energie om in ieder geval het op tafel te leggen. En ook dus de impact van de keuzes die dan in feite voorleggen. En wat jouw advies daarin is en wat het standpunt dat je daarin hebt. Dat je dat wel heel duidelijk maakt. Ik kom wel eens klanten tegen die dan... En dan ga je op een gegeven moment een onboarding of een introductie. En dan heb je van tevoren van de website gekeken. En dan zie je bijvoorbeeld al dat hun cookie-melding bijvoorbeeld überhaupt niks blokt. Terwijl in feite heel analytisch theoretisch geblokt zou moeten worden. En eventueel YouTube, wat dan ook. En dan ga je met die klant zitten en dan zeggen ze... Oh, maar ik dacht dat we voldeden aan de AVG. Nee. Maar goed, dat is ook... denk ik, de volwassenheid die sommige klanten dan soms nog niet hebben. En ook de kennistekort die ze dan hebben. En ja, ik vond het vrij hard gaan hoe AVG op een gegeven moment snelheid maakte. Die tractie was echt enorm. En de impact ook op projecten eigenlijk ook heel groot. En het is niet dat klanten of sommige klanten zomaar even een pot met geld hebben liggen om even snel dit op te pakken. Maar goed, ik merk wel dat het wel ingehaald wordt. Weet je, wij zijn heel erg zelf naar onze bestaande klanten toen de tijd geweest om te zeggen van... joh, ga nou AVG-proof zijn. We hebben het geanalyseerd. We zijn ook proactief toen geweest van wat moeten we dan doen? En daar hebben we ook op een gegeven moment stappen in gemaakt... zodat we het ook konden uitsmeren over een bepaalde periode. Maar ja, het blijft nog steeds best wel iets wat nog een kleine nasleep heeft bij veel bedrijven... die daar niet eens bewust misschien van zijn tegenwoordig. Ja, ik merk het vaak bij formulieren dat... dat er heel vaak dingen worden gevraagd. Ik denk, waarom vraag je dat? Ja. Want dat heb je toch niet nodig, een telefoonnummer? Omdat je gaat toch e-mailen. Dus vraag alleen een e-mail. Of, maak ja, of geslacht of wat voor informatie dan ook. Mm-hmm. Ja, dus het is een beetje een twee kanten. Dus het gaat aan de ene kant gaat goed. En soms kom je nog ook dingen tegen die van je denkt... het is ongelooflijk dat het nog op deze manier uitpakt. Ik denk dat AVG natuurlijk. En verder denk ik, wat je merkt en wat wij ook bij Synetic doen... is proberen van wat kunnen wij zeg maar, aan onze kant verbeteren... om te zorgen dat de kwaliteit en security zeg maar, beter wordt. Want de techniek verandert ook. Bepaalde dingen worden volwassener of veranderen juist. En je moet daarin wel bijblijven en bepaalde zaken gaan borgen. En dat heeft te maken met het analyseren van databases... die je eventueel als developer lokaal trekt... op het moment dat je bijvoorbeeld een issue moet gaan tackelen... van er gebeurt iets op productie. Mm-hmm. Oké, ik moet het proberen te reproduceren. Maar dan ga je dus wel misschien met klantgegevens aan de slag... die van productie. Nou, dat moet dus geanonimiseerd worden. Maar we hebben een bepaalde use case die van een bepaalde gebruiker is. Oké, hoe gaan we dat dan doen? Want... dan weet ik dus niet meer wie die persoon is lokaal. En dan kan ik dus niet meer kijken in hij of haar data. Dus dat zijn wel best wel uitdagingen waar je op een gegeven moment als organisatie over na moet denken hoe je dat gaat tackelen. Maar dat is ook veel leren en onderzoeken. Soms een beetje struikelen. Ja, en vooral samen met de klant. Ja, met de klanten, maar ook wel eens gewoon tijdens dagen als dit met DrupalCon. Dat je op een gegeven moment dingen leert van anderen met presentaties over hoe zij zaken hebben opgepakt. Ja. We gaan even naar een video kijken uit de rijke Drupal Jam geschiedenis. En dat is iets wat er nu aankomt. Kom maar op. Hier heb je een definitie. Informatie over goederen, diensten, actuele... omstandigheden of belangrijke gebeurtenissen op zo'n manier aanbieden dat deze op normale omstandigheden plaats en tijd onafhankelijk voor iedereen juist te lezen, interpreteren en toepassen zijn, ongeacht persoonlijke capaciteit of gebruikte hulpmiddelen. Dus dat is nogal een handvol. En ze hebben het hier over eigenlijk alle vormen van digitale informatievoorziening wil je leveren aan iedereen, ongeacht wat hun capaciteit is. En hier was ik zelf een beetje mee aan het worstelen toen ik begon bij Stichting Accessibility. Wie heeft er hier gehoord over de Social Model of Disability? Niemand. Oké, zelfs jullie twee niet. Dat vind ik... Wauw. Oké. Dus de Social Model of Disability. Wie kijkt hier? Rick en Morty. Ja, kijk, dan krijg ik wel respons van sommige mensen. Rick en Morty is een geweldige show trouwens, moet iedereen kijken. Maar in een van de scènes waarin Rick en Morty door het heelal vliegen in een soort ruimteschip en ze op een planeet aankomen, zegt Rick van geen zorgen Morty, we kunnen hier overal parkeren op alle gehandicapte plaatjes, want iedereen die minder heeft dan 6 ledematen telt als gehandicapt hier. En toen snapte ik het ineens. Tijdens het kijken van deze weirde
televisieserie. Toen snapte ik ineens. Ik ben een keertje bij iemand binnengelopen die blind was. Zijn huis binnengelopen die blind was. En hij had zijn hele huis ingedeeld op het feit dat hij blind was. Want hij woonde ook alleen. Dus een van de dingen die ik tegenaan liep, was dat alle lichten uitstonden. Alle lichten in zijn hele huis stonden uit. Want waarom zou je je lichten aandoen als je blind bent? Dat kost alleen maar stroom. Make no sense. Heel die omgeving was niet ingedeeld voor mij. Dus ik was beperkt in die omgeving. En dat is precies hoe de social model of disability gedefinieerd is. Dus het is niet. Je had eerst een medical model of disability. Dat stelt iemand is iets medisch mis mee. Hij mist een arm of hij mist 5 armen, waardoor hij dus maar 2 armen heeft. Er is medisch iets mis met de persoon en dat beperkt die persoon in zijn doen en laten. Maar ik kwam dus tot de conclusie, nee, wacht eventjes. De omgeving is datgene wat mij beperkt in mijn doen en laten. Dus de omgeving maakt mij in dit geval beperkt. En dat is het social model of disability. Ja, digitale toegankelijkheid was destijds een thema, nog steeds een thema, hè, geloof ik. We gaan, daar zal ik even verder praten, maar eerst gaan we naar Jean-Paul. En die heeft, als het goed is, vragen van kijkers. Ja, dat klopt, Matthijs. Wij hadden wat vragen binnengekregen. Die gingen vooral over beveiliging. En in specifiek over de auto-update die er wellicht wel aan zit te komen bij Drupal. En de vraag is dan ook, denk je dat auto-updates gebruikt gaat worden door een agency en code gepusht wordt zonder dat de agency daarin meekijkt? Hoe kijken jullie daarnaar? Terug naar jou, Matthijs. Henk. Kan ik niet antwoord op geven? Wil je de vraag even doorgeven? Ja, doe maar. Ja. Ik denk dat we dan eerst moeten gaan kijken naar de daadwerkelijke implementatie van de auto-updates. Bijvoorbeeld of we nog wel bijvoorbeeld een testsuit kunnen gaan laten draaien als dat binnenkomt. Je kan natuurlijk zeggen, we gaan het op productie disabelen en we zetten een speciale site op die de updates binnenhaalt. Dit raakt deels ook weer security. Ik heb een tijd geleden de toenmalige auto-updates bekeken. En daar was best wel een grote bug in. Dus ik zou niet zomaar daarmee bezig gaan zonder dat er ook een diploma is als het ware voor het initiatief. Wij gebruiken eigenlijk al een vorm van auto-updates, maar dan niet op productie. We gebruiken dan een externe dienst die feiten de codebase in de gaten houdt op security issues bij bepaalde versies van onderdelen die gebruikt worden vanuit de open source community. En dan prepareert hij eigenlijk al heel veel werk voor ons. En dan komt er een ticket binnen in het systeem, dat wordt ook als critical gedefinieerd. En dan moeten we in feite zetten ze hem aan de slag gewoon om het live te krijgen. Mijn optiek is dat nog steeds vaak wenselijk. We hebben best wel wat klanten die eigenlijk ook gewoon zeggen, ja, je kan gewoon niet zomaar wat live zetten, ongeacht dat er misschien een lek in zit. We willen gewoon wel de controle over de situatie hebben. Dus ik vind directe productie lijkt me nog echt wel een te grote stap. Maar ik denk dat in combinatie ook met testen, zoals hij aangeeft, dan ga je dat wel heel erg veel versnellen. En dan kan je op een gegeven moment snel bijvoorbeeld door meer van visuele agressie en wat functionele tests op primaire paden bijvoorbeeld al heb je dat dan getackled. Kan je in ieder geval zorgen dat de website in ieder geval blijft doen wat die zou moeten doen richting de klant. Het zou leuk zijn als je alleen de highly critical dan bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ik denk dat. Maar het vereist ook wel weer met bepaalde modules, vooral met contrips, inderdaad. En ook bepaalde volwassenheid in bepaalde flows van updates en config management. Want daar merken we soms wel eens wat issues mee. Dus daarom is die controle nog wel fijn, maar inderdaad. Als je met highly critical zou je dan die flow kunnen doen. Maar ik denk dat controle nog wel belangrijk is, vooral bij grotere klanten. Ja, als een klant daar nou een vraag over stelt, hè, wat is dan de winst die je hem kan voorspiegelen? Ik denk dat je, stel dat het in de ideale situatie altijd automatisch geüpdate kan worden, dan zou dat natuurlijk kosten schelen. En het zou ook snelheid verbeteren waarop een release plaatsvindt. Dus als je echt een highly critical issue hebt, dat waarvan we weten soms binnen 7 uur al geëxploit wordt, dan ben je die nog wel voor. Ja. Maar goed, daar heb ik wel meer van met klanten. Ik zit niet in de ontwikkeling, maar ik zie wel dat sommige klanten een release cycle hebben van een week, soms wel 2 weken. Mm-hmm. En als er een security patch is, dan is het best wel wat paniek hoor, om dat voor elkaar te krijgen. Om het allemaal te stroomlijnen. Ja. Ja, dat klopt. Maar ik denk wel dat je dat, als je een Drupal gebruikt waar inderdaad periodiek gewoon security patches voorkomen, dan
denk ik ook dat je daar wel enigszins op voorbereid zou moeten zijn, theoretisch. Dat je bereid moet zijn om af te wijken van de schedule, omdat je in feite gewoon risico gaat lopen. Maar goed, die highly criticals zijn in ieder geval tegenwoordig incidenteel. Ik weet nog in Drupal 7 tijdperk dat het wel vele malen meer was. Maar tegenwoordig zit het wel aardig goed gebakken bij. Ja. Ging het even over digitale toegankelijkheid. Een vereiste bij overheidswebsites. Gaat dit ook steeds meer een vereiste worden bij de commerciële opdrachtgevers? Ik denk het wel. We hebben wel eens bij iemand meegemaakt in het buitenland dat er echt wel iets speelde, juridisch gezien ook, dat ze echt iets moesten gaan veranderen. Dus ik denk op het moment dat je ook internationaal varen naar Noord-Amerika gaat raken, dat daar kan het helemaal spelen met nou ja, de manieren waarop je daar juridische rechtszaken kan aanvliegen. Ja. Maar daarnaast denk ik ook dat er is een enorme beweging. En dat zag ik ook in het hele programma bij DrupalCon. Dat accessibility gewoon echt heel erg belangrijk is. En je moet op een gegeven moment ook wel. Zelfs als je je Lighthouse scan doet, waarmee Google in feite zijn ranking bepaalt op sites, is accessibility een van de main topics. Dus ook als je accessibility niet belangrijk bent voor je marketing en voor je SEO, moet je het eigenlijk al belangrijk bijvoorbeeld maken. Ja. Dus ja. En het biedt ook gewoon kans, toch? Door... Je kan mensen bereiken die anders misschien een website niet kunnen gebruiken. Ja, ja. Ik vind dat iedereen een website zou moeten kunnen gebruiken. Ja. Dus dan, je moet het eigenlijk gewoon doen. Als jullie dan vragen naar wat klanten ervan vinden, dan zie ik wel dat heel veel klanten daar of heel erg mee bezig zijn. Of er nog helemaal niet over na hebben gedacht. Het is een soort blinde vlek geweest. Ja. En dan kun je daar gewoon over hebben. En het is denk ik, moet je zeggen, een soort minimale... Of een kwestie van trots dat je het gewoon doet, denk ik ook. Want je levert ook niet een website op die 15 versies achterloopt als basis. Basisgevoel, daar zou je ook niet blij mee zijn. Dus ook niet eentje die ontoegankelijk is. Ja. En het is niet zo, wat natuurlijk heel lastig is. Je hebt natuurlijk websites die zijn volledig compliant aan WCAG 2.1, 3xA of 2.0, 3xA. Een van mijn collega's die weet exact daar alles van. Maar je hebt natuurlijk ook websites die zitten helemaal aan de andere kant van het spectrum. Maar je kunt daar toch ook wel even een duidelijke keuze in maken. Kies voor A of kies voor A. En daar dan een plek kiezen en die de meeste mensen helpt om de website goed te kunnen gebruiken. Ja. Is het ook typisch iets wat past bij Drupal als open source, hè? Bij de cultuur van Drupal, dit soort focus dat je let op toegankelijkheid? Dat is wel meer de laatste jaren. Dat was in de beginjaren, maar dan spreek ik over heel lang geleden, dan was het toch wel meer een soort virtuele zucht die je dan hoorde en moet dat nou? En, ja? Ja. Hoe komt dat het veranderd is? Ik denk dat iedereen gewoon professioneler is geworden. Ik denk ook dat inclusiviteit en diversiteit binnen überhaupt de community, maar goed, dat speelt ook gewoon bij heel veel natuurlijk, ook bij de Europese Unie als het gaat om hoe de toplaag vaak bij grote bedrijven in elkaar zit. Maar ik denk dat dat ook gewoon meespeelt. Hè? Omdat als je zegt van ja, als community moeten we inclusief zijn, dan moet in feite je product ook inclusief zijn, want anders matcht dat natuurlijk ook niet. Nee. Dus dat zijpelt wel door vanaf... De spiegel zijn eigenlijk van de community. Ja, het spiegelt eigenlijk de waardes van de Drupal community in die zin. Ja. Laat Amerika daar eigenlijk... Sorry. Er was een hele push ook door iemand die zelf volgens mij visueel beperkt was. Mm. Enige tijd geleden. Dus dat is eigenlijk wel een soort shameful event. Dat er iemand voor nodig was die er zelf last van had om dat dan uiteindelijk op te pakken. Ja, en dat was een ontwikkelaar. Ja. 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 Ja, wat heel mooi is dan, en dat klopt, soms heb je ook die trigger nodig. Maar ik vind het dan wel mooi dat... in de community die Drupal heeft, is dat iets wat dan erkend wordt en omarmd wordt. Oké, dan moeten we er wat met z'n allen aan doen. Precies. In plaats van, jammer, dan fix het dan maar zelf. We gaan weer door met de lijn die we hebben getrokken. Ja, of het levert geen geld op, dus we doen het. Ja, dat kan ook. Henk, jij zit bij Aqua natuurlijk bij, hè, de Amerikaanse bron. Merk je dat ook iets is wat heel erg vanuit Amerika gedreven wordt? Hoe zie je de verhouding tussen Amerika, Europa en de andere
Drupal-regio's in de wereld. Is daar overal even aandacht voor dit soort thema's? Ik denk dat het vanuit Amerika wel meer gevoed wordt dan vanuit hier. Ja. Kan je een voorbeeld van geven? Nee, dat soort zaken komen gewoon veel vaker vanuit Amerika, die inclusiviteit en dergelijke, dat soort zaken. Ja. Maar als je met collega's bijvoorbeeld samenwerkt, merk je dat dat dan af en toe naar boven komt? Ja, dat komt wel eens voor, ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. En ja, goed. Ja, ik weet niet zo goed. Ja, maar vanuit mijzelf, zeg maar, vanuit mijn eigen klanten, leeft het nog niet zo heel erg. Maar ik geloof wel, wat net ook gezegd werd, ik geloof wel dat het, als je begint met zoiets ontwikkelen, heb je een hele andere focus dan dat je uiteindelijk dat soort zaken erin gaat brengen. En ik geloof dat het ook wel een logisch vervolg is. Van, ja. Ja. En belangrijk is. Het zegt ook iets over 20 jaar Drupal, ja. Eigenlijk. Hè? Dit, ja. Dat dit dat, ja, een soort van ontwikkeling die ja, alle de grote hap is al achter de rug, zeg maar. En nu kunnen dit soort, is er ruimte voor dit soort details die eigenlijk ook heel belangrijk zijn. Ik denk dat je het klaar mag maken. Ja, zeker. Ik denk dat het goed is voor alle developers om ook eens bij de Stichting Accessibility bijvoorbeeld een cursus te doen of te kijken wat ze daar aan content hebben. Want ze hebben hele goede trainingen om je up to speed te krijgen met accessibility. En ik denk ook dat naar reclame maken richting onze mede-agencies. Ga ook gewoon echt proberen dat vanuit je medewerkers te pushen om bijvoorbeeld de frontends ook gewoon accessible op te leveren volgens een bepaalde maatstaf. En het hoeft echt niet altijd perfect, maar stelt het wel als een soort van developer requirement, net als dat security en AVG dingen zijn die je meeneemt in je gesprek en in hoe je werkt. Maar dat je dit ook meeneemt, want dan wordt het minder een extra moetje. Het is gewoon iets wat embedded is in de way of working dat je als agency dan hebt. Je kunt ook beelden laten velen op X-output trouwens. Dus die checkt dan accessibility vrij low level. Maar als dat dan niet goed is, dan weet je, dan moet er nog even wat gebeuren. Ja, maar eigenlijk zijn dit soort dingen allemaal die misschien door klanten of vroeger als een soort extraatje gezien worden. Over security, over privacy, over toegankelijkheid. Het zijn allemaal dingen die nu langzaam maar zeker in de kern van het werk terechtkomen. Ja, inderdaad. Je ziet gewoon heel veel dingen omdat we als agencies die ontwikkeling zelf al maken, omdat we daaraan willen wat voldoen. Ben je er eigenlijk al vrij vaak heel dichtbij. En dan gaat het voornamelijk om de specifieke dingen die de klant wil, waardoor je er rekening mee moet houden. En dan denkt de klant van oké, dus dat kost wel heel veel tijd om dat accessible te maken als ik dus iets geks wil laten bouwen wat een designer heeft bedacht. Maar ja, goed, dat zijn dan op een gegeven moment gesprekken, daar doe je advies over. We hebben wel eens gehad dat we een fantastisch mooi design kregen en iemand haalde dat door een contrastchecker. En ja, de kleurkeuze even in deze zin is niet heel tactisch. Ja, dus dan werd er toch nog even nagedacht om dat te doen. Zeg je er niks van of doe je er niks mee, terwijl het eigenlijk 2 tellen kost om dat te checken. Ja, dan is het zo en dan neem je dat niet mee in je proces. En dat is gewoon zo. Ja. Is dit ook een beetje de icing on the cake van het werk? Dat je iets maakt wat niet alleen maar technisch werkt en dat soort dingen, maar ook functioneel is voor veel meer mensen en een soort hoger doel nastreeft en bereikt? Ik vind het zelf altijd fijn als een project een bedrijf verder helpt. Maar wat ik helemaal fijn vind, als het bijvoorbeeld hun mensen weer verder helpt. Dus NGO's en dergelijke, dat zijn toch wel extra de krenten in de pap of zo. Dat je echt daar leuk, dat je ook weet, iemand heeft er wat aan. Of als je een site voorbij ziet komen die je zelf gemaakt hebt op het NOS Journaal, om maar zo wat te noemen. Dan is het ook altijd wel even leuk. Dus zeker. Ja. We gaan even terug in de rijke Drupal Jam geschiedenis met een video uit 2015 van Bruce Lawson. En destijds in 2015 ging het nog heel erg over snelheid, begrijp ik. Was dat waar die browser failed? Speed is really important on the web. A 0.5 second delay in rendering is a 20% drop in traffic, Google tell us. 100 millisecond delay is a 1% decrease in sales. Say Amazon. These are people who know their shit. 1 second delay causes 7% drop in conversion, say Glasses Direct, the people who sent me these. A 5 second improvement in page load was a 5 to 12% increase in revenue, said Shopzilla. If you can make your websites work faster, you will get more conversions, more views, more repeat visits, and if it's the business of your website, more sales. And that means that your boss or your clients will erect a 10-meter statue of you in their car park and lay flowers on it every day when it's your birthday.
probably. Ja, dat was Bruce Lawson in 2015 met een dreigende talk over hoe belangrijk het wel niet is dat je websites een beetje snelheid maken. Is dit nou nog een thema wat nog actueel is? Of is dat, dit is echt ingehaald door de tijd? Nee? Het is nog steeds actueel, zeer zeker. Ja. Want ik heb met klanten, grote retailers in het Midden-Oosten, waar ik veel voor werk. Ja, die snelheid is zeer belangrijk voor hun. En dan kom je al in andere layers terecht, zoals CDN en wat voor providers ze daar hebben. Ik heb wel eens dagen onderzoek gedaan naar, om dat te verbeteren voor die klant. Ja. Het is nog steeds essentieel, absoluut. Ja. Herkenbaar, ja? It depends, denk ik. Ja. Niet alle klanten hebben daar zo'n hele strikte requirement in, denk ik. Sommige andere klanten wel. En dan moet je inderdaad aan de bak. Ja. Ja. Het verschilt ook wel eens dat hoeveel content, hoe groot is je platform versus de hosting-infrastructuur waar het in staat. Hè. We hebben bijvoorbeeld een kleine content-site ergens gebouwd en dat draait dan als een tierenlier. En dan denk je van, nou, zoveel er eigenlijk niet aan getweekt en dat is super snel. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb je websites en er zit van alles en nog wat ingebouwd en gedaan. En nou goed, als je de DXP-kant opgaat en dan personalisatie, nou, dan gaan we nog even een slag verder. En in plaats van dat je puur een database hebt en een webserver en PHP-server, dan gaan er nog CDN's en Varnish en allerlei systemen overheen om dat wereldwijd uit te leveren. Dan ga je ook een heel nieuwe complexiteit in. Maar ook daar speelt Lighthouse met bijvoorbeeld Google ook gewoon een belangrijke rol. Vaak met scans die wij dan doen, dat je echt wel ziet van ja, weet je, hou ook rekening met mobiele telefoons die misschien nog op een 3G-verbinding zitten. En kijk, denk goed na over wat je dus serveert aan content. Want ook dat, weet je, er zijn mensen die echt gewoon niet onze luxe 5G-connectie hebben en die in feite in landen opereren waar het allemaal wat trager gaat. En dan is je website vanuit accessibility standpunt ook misschien niet super accessible, want het draait dan eigenlijk voor geen precies. Precies, best wel belangrijk, inderdaad. Ja. Jean-Paul, heb je nog een kijkersvraag? Jazeker. Het is niet te geloven. Een van de vragen die nog voorbij komt is, we horen van alles over updates en over veiligheid. En dat we een hele hoop moeten doen om te zorgen dat onze websites op een professioneel niveau draait. Is Drupal als CMS, als DXP daardoor nog wel bruikbaar voor kleinere agencies? Hè? Met al die kennis en zaken die ze aan boord moeten hebben. En met klein bedoelen ze dan 10 FTE's en minder. De vraag. Goeie vraag. Ja, jullie horen niet tot die categorie natuurlijk, maar komen er wel vandaan. Komt er wel vandaan? Ja, ik denk dat het wel zou kunnen. Kijk, het heeft meer te maken, denk ik, met ook het budget en aan de kant van de klant, hoeveel tijd je erin stopt en hoeveel maatwerk je uiteindelijk moet bouwen. En de kennis die je hebt opgenomen. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat je net met Drupal begint, ja, dan is de effort die je erin moet steken is veel hoger. Dan dat je bijvoorbeeld WordPress pakt, tig plugins die eigenlijk die hele website uitrollen met alle features die je soort van erin wil. En dan heb je gewoon heel snel een content site. Je gooit er een design overheen en klaar. Maar ik denk dat je met Drupal veel meer naar maatwerk gaat, waarbij contentbeheer, en dat je echt meer die contentmodellering belangrijk ook vindt. En dat je daar Drupal graag voor in wilt zetten in combinatie met zaken als security. En de hele IT governance die er overheen hangt. En dat is meer een organisatiekeuze ook, merken wij vaak vanuit de klant. Dat ze kiezen voor Drupal vanwege, omdat bijvoorbeeld een enterprise architect aan hun kant zegt van joh, ja, wij kiezen voor Drupal, want ja, daar geloven wij in dat dat betrouwbaar, veilig is en sterk. Plus in feite dat het qua maatwerk gewoon flexibel is. Maar ja, als je wil groeien als agency in die richting, in dat type organisatie, dan is Drupal wel iets wat je dan zou kunnen adopteren. Ja, dat zal dan niet de eerste keer vlekkeloos gaan, maar dat is met alles wat je adopteert. Ja, maar het lijkt wel alsof er toch twee drempels dan zijn. Hè? Je hebt de leercurve voor developers zelf, zeg maar, die toch best wel hun best moeten doen voordat ze met Drupal kunnen gaan werken. Maar je hebt hier ook dus te maken met bureaus die eigenlijk van een bepaalde omvang moeten zijn om Drupal als product goed te kunnen aanbieden. Ik denk dat je ook als je een ander product zou gebruiken, dan moet je nog steeds zorgen dat je sites succesvol zijn. Ja. Je moet nog steeds zorgen dat ze veilig zijn. Dus je ontkomt niet aan dat werk. Ook als je Drupal niet gebruikt. Dus dan ga je naar een SaaS-oplossing waar iemand anders doet. Maar dan moet die andere het ook doen. Ja, en dan hetzelfde geldt voor als je een ander framework kiest waarin je sites wil gaan bouwen buiten wat je misschien al kent. En dan ga je ook een leercurve doorheen en een adoptieproces. Mm-hmm.
Ja, ik denk wel dat als het gaat om echt development werk, het verschil tussen Drupal 7 en Drupal 8 zeg maar, was best wel hoog. Je merkt er nog wel in dat er wat gaten in documentatie misschien hier en daar gevuld moeten zijn om te zorgen dat het makkelijker is. Maar goed, wij hebben best wel veel doorstroom vanuit HBO-opleidingen ook. En ja, weet je, het kost even wat tijd, maar op het moment dat je ze meeneemt en het feit dat Symfony ook aan de basis ligt en objectgeoriënteerd programmeren vanuit verschillende studies gewoon meegenomen wordt. Ja, ik zie op zich dat er best wel te doen is. Alleen je moet dan wel kennis in huis hebben als je het goed wil doen. Maar ja, wat ik zeg, als je nu zegt van ik ga nu Lagerfeld doen of wat dan ook, dan heb je ook op een gegeven moment van ja, hoe ga ik hier maatwerk in introduceren? Ja, dus eigenlijk op het punt dat je maatwerk wil gaan leveren, ja. Wat een beetje omvang is. Design implementeren. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Dat ligt op de opdracht type. Ja, totaal. Kan het staat een beetje aan op het feit dat je het over documentatie hebt. Ik denk dat het wel heel erg veel beter zou kunnen. Omdat het nu vaak wel een soort discovery is als je een nieuw systeem hebt in Drupal. Of een nieuwe versie, er komt iets nieuws dat je dat allemaal moet gaan uitzoeken. Hoe werkt het eigenlijk of hoe is het bedoeld te werken? Dat is soms nog moeilijker om erachter te komen. Dus het zou wel fijn zijn als er dan gewoon een pagina is. Zo is de opzet, zo is het design, zo moet het werken. En zo implementeer je bijvoorbeeld bepaalde dingen. Dat mist wel heel erg. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik merk gewoon dat inderdaad, we hebben mensen die bijvoorbeeld heel erg Symfony-based waren, die nu ook mee developen in Drupal. En die hebben zoiets van, oké, waar vind ik dingen? Ja. hoe werken zaken? En op een gegeven moment zitten ze in een soort van volledig in de matrix, debugger aan. En eigenlijk gewoon vanuit de basis de code door te lichten. Ja. Van wat doet het nu eigenlijk om erachter te komen van oké, er is wel documentatie, maar dat is gewoon net even de oppervlakte dat het raakt. En de diepgang die echt de WizKids zouden willen weten om echt meer maatwerk te kunnen doen, dat mist hier en daar. Is dat een beetje de valkuil van open source, dat niet zo goed georganiseerd is? Ik denk dat het wel bij meer open source projecten is, maar ik denk dat het bij sommige open source projecten juist wat minder speelt. Is het dan de valkuil van een heel grote gemeenschap? Ja, maar ook gebrek aan tijd denk ik voornamelijk. Ja. Ik bedoel, ik heb ook wat modules en daar heb ik ook niet de juiste documentatie voor geschreven, weet ik gewoon eerlijk te zeggen. Omdat, weet je, je bent al blij dat het af is en dat het soort van stable is en dat mensen het kunnen gebruiken en dat je de issues kan aftikken die er af en toe zijn. Maar als je dan ook alles eromheen moet gaan doen, dan ben je eigenlijk nog veel werk. Het is heel veel werk. Ja. Goede documentatie schrijven, kost dat net zoveel tijd als het programmeren zelf? Ja, misschien ook een andere mindset. Ja. Je moet het ook kunnen. Ja. En voor wie schrijf je het? Ja. Dat is ook, want een introductie of echt een verdiepingsslag, dat zijn ook weer twee verschillende manieren van documentatie. Ja, er is een bepaalde Java build server, die heeft, of een build manier, ik ben de naam gelukkig al even vergeten. Die heeft hele gedetailleerde documentatie. Je dacht, elke functie en wat je kan doen is gedocumenteerd. Maar je hebt geen idee hoe je het moet gebruiken. Want je weet niet waar je moet beginnen. Je weet niet welke stadia er zijn. Je weet niks. En dat is niet gedocumenteerd. En dus de mindset van diegene die documentatie moet schrijven. Wat doet er iemand die hier nieuw inkomt? Wat moet hij weten? Wat voor concepten moet hij kennen? En dan kun je dat gaan uitdiepen. Maar als je gewoon een hele bak eigenlijk functiehouden krijgt, daar kun je niks mee. Nee. Hoe doen ze dat bij Acquia? Nou ja, we hebben redelijk veel documentatie geschreven voor door ook heel veel mensen in Acquia zelf. Ik ben er niet zo sterk in, moet ik zeggen, geef ik ook eerlijk toe. Maar er wordt bij ons ook door de support engineers. Toen de tijd heb ik wel documentatie geschreven, maar er worden ook artikelen online geschreven, ook specifiek op Acquia producten. Dus ja, wij doen echt wel heel veel aan documentatie, heel veel. Ja, maar eigenlijk stuit je dus op een ontsluitingsprobleem, hè? Dus er is heel veel, maar het is moeilijk om het toegankelijk te maken. Mm-hmm. Hoe valt dat op te lossen als community? Hoe kan je dat, kijk, tijdsgebrek is moeilijk op te lossen, maar kan je het op een of andere manier organiseren? Nou, ik denk dat als je die projecten, in feite is het natuurlijk al zo, Drupal zegt van je kan gewoon in feite de documentatie verbeteren. Het is optioneel om in feite readmes in bepaalde onderdelen aan te passen, te verbeteren. Alleen je merkt gewoon dat mensen gewoon bezig zijn met hun werk. Dus er houdt in, er werkt iets niet goed of er mist een feature. En daar gaat dan in feite voornamelijk die issue over. Ik moet zeggen dat in Drupal Core dat wel wat anders zit. Daar zit wat meer druk op de documentatie. En de meest populaire modules hebben daar ook wel een aardige beweging in. Maar de kleine zaken die af en toe sporadisch gebruikt worden, dat is voornamelijk op issue niveau. De change records helpen natuurlijk wel. Ja. Alleen één record is een record. En je weet niet hoe dat in de tijd, of je nog actueel bent of niet. Misschien is het voor Drupal 11 een goed idee om een documentation initiative te hebben. Een manier om dat op te lossen is de mouwen op te stropen. Maar het is wel een zeer
Ja, ik weet niet of het een Sisyphus arbeid is of een Herculeaanse taak. Maar het is wel het is niet aantrekkelijk om te doen. Nee, nee. Nee, en veel werk. Want ik vind ook wel eens documentatie op Drupal op bepaalde plekken en dan ook weer op andere plekken. Dus het is ook qua organisatie, ja. Is het ook in een soort van twilight zone tussen de oude documentatie setup en de nieuwe. Moet ik zeggen dat de nieuwe op zich prima qua structuur in elkaar zit en dat er best wel wat staat hoor. Maar wat jij ook zegt is dat de use cases van hoe ga ik dit nu echt goed in de praktijk gebruiken en ook geavanceerdere situaties, is dit wel bij? Want ik ken ook nog andere vormen van hoe dit gebruikt is en dingen die volgens mij in Drupal Core zitten die er niet staan. Ja, daar kan zeker wel wat missen. Ja. We hebben het nu over documentatie als een soort van wens op het lijstje. Zijn er nog andere zaken die jullie op het wenslijstje hebben als het om de technische kant van Drupal gaat? Dingen die je zou willen verbeteren, veranderen? Waar hoop je dat Dries het morgen even over heeft? Ja, er is natuurlijk al een hele roadmap voor Drupal 10 bedacht. En daar zitten een aantal leuke dingen in, zoals dat een aantal dingen die nu bij decoupled sites heel lastig zijn, om die te verbeteren, om daar hulp bij te bieden. Dus dat zou heel fijn zijn. Wat ik zelf fijn zou vinden is als eigenlijk alle features van Drupal Core, maar ook contributed modules, dat die dan ondersteund worden. Wat je heel vaak ziet is dat bijvoorbeeld layoutbeelden niet helemaal lekker werken met revisions, of dat er modules verschijnen die geen idee hebben dat er vertaling bestaat. Want kan dat? Dat kan. Of dat er revisies bestaan. Dat soort dingen, daar gaat nog wel eens wat mis. Dat maakt het ook lastiger om soms core modules die minder gangbaar zijn, om die in te zetten. Omdat je dan geen idee hebt of het ook in de toekomst nog goed gaat werken. Ja, dus eigenlijk verspil je dan ook werkmogelijkheden die je niet inzet omdat je een soort van risico omheen voelt. Ja, en wat voor namelijk denk ik iets is wat nu wel beweging heeft, is ook gewoon de editor experience is nog steeds iets wat echt wel wat aandacht kan krijgen en ook aandacht krijgt overigens. Maar, media. Media library van Sean. Sean, bedankt. Die media library is daar een mooi voorbeeld van en dat ook uiteindelijk gelukkig gelukt is gewoon hartstikke top, maar zo is het ook gewoon. Ik zeg altijd wel eens tegen klanten dat in de basis Drupal gewoon door developers voor developers is ontwikkeld. En zo ziet het er aan de beheerkant eigenlijk ook soort van uit. Ja. En nu gaandeweg, weet je, wordt er gewoon meer nagedacht van oké, wat is voor deze tijd en wat ook marketeers vaak verwachten met wat ze met content kunnen doen en hoe ze dat in feite willen ervaren en waar ze dan ook mee vergelijken. Hoe gaan we dat ook in Drupal doen? En er zijn best wel wat oplossingen nu voor. Maar ja, het is nog niet helemaal goed, nog niet helemaal volwassen. WordPress heeft daar zoveel goede oplossingen voor en die ook snel uit te rollen zijn. En dat is ook vaak wat als ik dan aan tafel zit met de klanten zeg, ja, maar ja, in WordPress zit het gewoon erin. En dan heb ik het ook bij die projecten. Ja, ik weet het. Ik zeg alleen, dat is een beetje een moeilijk gesprek dan, hè? Nou ja, ik zeg, daar zit geen contentmodellering in. En daar kan je ook misschien nog wel een discussie over bepaalde plugins en security aangaan en hoe dat daarin geborgd is. Dus het heeft zijn voor- en nadelen. Maar kijk, layoutbeelden is natuurlijk een core initiatief wat dan is gestart. Wat dan in ieder geval wat meer front-end editing experience brengt. Maar ook dat vind ik nog niet heel erg veranderd sinds dat het op een gegeven moment in leven is geroepen. En dat het toch nog achterblijft bij of SaaS-diensten of andere open source CMS'en. Die in feite daar al veel meer een experience van maken. Dat leuk is om in feite je content te leren. Ja. Ja, het is ook belangrijk voor redacteuren. Zeker. Ten slotte, hè, die daar elke dag mee moeten werken. Even in het voordeel van Drupal. Van heel veel klanten die van andere systemen afkomen, hoor ik juist heel vaak van, oh, wat werkt het allemaal makkelijk. Dus dat klopt. Maar dat is weer met instellingen of permissies. Of maar ik wil dat afgeschermd is. Of ik wil een rol daarvoor. Hebben zelfs het editor vinden ze makkelijk. Dus dat is. Het kan nog. Mocht je vinden dat het basisniveau van Drupal heel erg is, het kan nog erger dan. Nee, klopt. Ja, ik heb ook mensen die in Drupal 7 en nu naar Drupal 8, 9 gaan. En in feite echt super blij zijn. Hoor. Ja. En het is ook niet zozeer dat het allemaal negatief is. Zo bedoel ik het ook niet. Maar ik denk dat je kijkt, hè, dat, gewoon het layout builder experience is eigenlijk een beetje wat men tegenwoordig verwacht van een CMS-product. En gelukkig gaat het die kant op, maar dat kan nog iets meer aandacht krijgen naar mijn mening. Okay. We moeten helaas langzaam zeker een beetje afronden. Echt? Ja, het is een mirakel. Hè? Als de tijd vliegt, heb je lol. 20 jaar Drupal. De community bestaat nog steeds. Het is door sommige mensen ook een soort van wonder genoemd, maar het is een feit.
Hoe kijken jullie tegen de toekomst aan? Heel kort. Wat denk je dat de volgende 20 jaar gaat brengen? Ik denk en hoop vanuit een back-end developer perspectief dat er meer open source componenten in Drupal getrokken worden. En dus minder maatwerk vanuit de Drupal kant. Er is al een Symfony stap gemaakt natuurlijk, maar dat kan eigenlijk nog wel breder getrokken worden dan wat er nu is gebeurd. Dus daar hoop ik heel erg op. En ook de standaarden die eigenlijk tegenwoordig gewoon al modern zijn, zoals coding standards ook. Ja, dat zijn dingen die nog best wel hier en daar wat achterlopen. Dat is denk ik op een heel technisch gebied. En verder hoop ik ook gewoon dat agencies gewoon meer een vorm kunnen doen om hun bijdrage strakker te kunnen doen en meer ruimte daarvoor te kunnen creëren. Want als je kijkt naar Akia, die doen natuurlijk enorm veel vanuit hun organisatie. En ik denk dat daardoor ook Drupal in het begin ook echt groot is geworden en ook daardoor heel stabiel is. En heel veel andere organisaties komen nu ook op die net zoveel proberen bij te dragen. Heel veel meer bedrijven gaan hun dingen ook open source maken. En ik hoop dat die tractie ook blijft, zodat we eigenlijk met z'n allen ook gewoon iets kunnen oplossen. Want een van de dingen is snelheid soms met dingen, hoe dat loopt en de bijdrage. Documentatie is een mooi voorbeeld van net. Ja, weet je, daar hebben we met z'n allen natuurlijk een rol in te spelen. Ja, dus bijdragen. Ja. Ik hoop dat de community nog net zo lang door kan gaan, die 20 jaar. En dat dat de governance van de community ook nog de energie heeft om dat in goede banen te leiden. Ja. Henk? Ik heb er niet zo heel veel aan toe te voegen. Nee, dat betekent dat je ermee oneens bent of eens? Ik ben het helemaal mee eens. Okay. Ja, nee, ja, klopt. Ja. Absoluut. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit fijne gesprek. Dit was de laatste talkshow voor de Drupal Jam 2021 voor deze dag. Voor vandaag. Morgen zijn we om 9:00 ochtends weer terug met meer talkshows, meer experts uit de Drupal community. En je kan alles wat we vandaag gemaakt hebben ook nog even terugkijken. Dus dank voor het kijken en hopelijk tot morgen.